komen daar? Ja. Woehoe! Oké, Indy die is dus uit de paddock gesprongen. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. En vandaag is het zaterdag. En hoe laat is het ongeveer? 3 uur? Ja, 3 uur. Nou, het is al middag en we hebben al best wel veel gedaan. In ieder geval ik en Hayo en zo, die zijn daar. En JD is er net. En we zijn bezig met de omheining. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier langs de sloot heb ik de draadjes opnieuw gezet. En allemaal lage paaltjes. En ook precies om de 10 meter. Zodat het echt heel netjes is. En aan de andere kant bij de houtomheining zit nou helemaal schapengaas onder. En ook het korte kantje al. En nu moet alleen nog bij de bak. En dat korte stukje moet nog even gedaan worden. En dan kunnen de schapen dus weer de wei op. En er moet eigenlijk nog een hokje of iets gemaakt worden. Ik weet niet of we daar aan toe komen, maar ik ga sowieso even het hek erheen tillen. Ja. Ja. Dus ik weet niet of we veel met paarden gaan doen. Zal wel niet, want het is weer heel warm. Dus ik wilde wel even borstelen. Ja, nou ja. Even afspuiten of zo. Ja, even borstelen, afspuiten. En ik moest zo even wassen. Even een beetje jeuk. Dus ik heb even emmer meegenomen en handschoenen. Van die washandschoenen die je zelf aan kan doen. En ja, daar heb ik nog wat troepjes verzameld uit de wei. Allemaal banden. En ja, laten we maar even weer wat gaan doen. Apenkop. Ja, snapt ze niet. Oké, Indy heeft haar zin. En die is heel stout. Is ze overheen gesprongen daar? Ja. Woehoe! Oké, Indy die is dus uit de paddock gesprongen. En zat ze te dreigen bij het hek. En eigenlijk is het ook wel logisch. Dus weet je, even vrijheid, blijheid op de wei. Oeh. Mooie pony. Ga dan eten. Oh. Oké. Nou, Joyce is nog even bezig met de laatste dingetjes voor de wei. Zodat de schapen ook weer lekker naar buiten kunnen. Want die ontsnapte iedere keer weer. En ik heb Bonentee van de wei afgehaald. Die heeft lekker een paar uur op het gras gestaan. En die ga ik nu even een flinke poetsbeurt geven. Dus we staan een beetje lekker in de schaduw. Want ze heeft het echt heel erg warm. En ik heb even een vlechtje gemaakt en een voorpluk. Zo kan ik mooi haar hoofdje, nou ja, goed schoonmaken. En ik ga even deze fijne Furminator gebruiken. Want daar kan je echt super veel haren mee weghalen. En ik dacht dat ik straks ook nog even daar even haar een beetje ga afspuiten. Want het is echt super warm. En ik weet dat ze dat heel erg lekker vindt als ik een beetje hier haar nat maak. Dus even een grote poetsbeurt weer. Wow. Smile. Oh, ga je grappen. Smile vroeg ik. Smile. Inmiddels is ze een beetje naar voren gaan lopen. Ik weet niet, vindt ze lekker. Staat ze met het hoofd over de stal heen lekker te rusten. Maar deze kant is nu... Oh, moet je blijven staan. Deze kant is nu klaar. Oh. Zo goed als de meeste haren er een beetje uit. En deze kant moet nog. Nou, je kan het verschil wel een beetje zien. Dit is al aardig glad. En deze is nog met allemaal losse haren erop. Dus we gaan nog even door. En dit is er al af. Dus dat is best wel een hoop. Vind je het lekker, meisje? Ja, ja. Ja. En dan ben ik jullie wel.
Wil je hem hebben? Ik ga de schapen erbij doen. Ja, nou, film het maar. Jee, jullie mogen weer naar buiten! Oké, kom maar. Jij bent al op de wei geweest. Adam, je moet Alex even bedanken. Hey Adam! Geen aandacht. Nee. Wat ben je aan het doen? Moesjoe. Daar staat hij hoor. Sta je op het blok? Moes. Moesjoe. Even oefenen. Niet goed wijs. Jade en ik hebben net lekker ijsje gegeten. En ik ben weer bij de stal. Want Rachel en Revenge moeten van de wei. Want die staan er ook alweer best wel lang op. Wat ben jij nou aan het doen? Staat hij hoor. Vindt hij leuk. Wat doe jij? Ik ben Moes en ik wil op de wei. Maar je mag nou niet meer op de wei. Nee. Je mag niet op de wei. Nee. Je bent al op de wei geweest. Moet je eigenlijk nog even kammen. Paarden weten van de gekkigheid niet wat ze met hun vacht aan moeten met het weer. Straks gaat het weer regenen volgende week en is al het haar eraf. Oh, je ziet er echt niet uit. Oké, ik ga die paarden even van de wei halen. Ik zie dat Adam en Genie ook aan het wachten zijn, maar die moet even op de wei blijven. Nou, daar staan ze hoor. Zo blij met jullie nieuwe wei. Niet meer ontsnappen hè? Nee. Niet meer ontsnappen. Nee. En zoals jullie zien heb ik de bak afgezet, zodat ze daar zeg maar ja paddockje hebben en dat de bak een beetje schoon blijft, dat ik kan trainen. Maar goed, ik ga even die draadjes weghalen, dan kunnen ze ook even weer een beetje de kantjes en zo eten. Nou, daar staat ze hoor. Wat ben je aan het doen? Laat nog eens zien. Lekker sliksteen. Heerlijk. En in die staat restjes te eten. En ik ga nu de bak uitmesten. Of in ieder geval de mest die er ligt. Dus laten we aan de slag gaan. Moesje en Revenge zijn aan het spelen. Doe toch eens rustig bij dit warme weer. Zo te rennen. Moesje is nou daar. Kijk wat hij gaat doen. Moesje. Moes. Echt, wat is het warm vandaag. Nou, ik heb hier de mest opgeruimd. Nou, daar nog een paar, maar dat doe ik dan gelijk op de mesthoop. En Indy staat heel onschuldig te kijken van, ik doe niks. Maar ik heb daar ja, wat oude hooi en zo uit de vrachtwagen en uit de stal. Even kijken of er nog iets eetbaars in zit. Of niet, Indy? Oh, levende kanonskogel. Er komt bootje aan. Oh, je hebt ook heel veel gegeten, zie ik. Bollebuik. Hallo. Oh. Kom je bij mij kijken? Jee. Yeah. Moesje is daar aan het spelen. En zoals jullie zien heb ik de touwtjes weggehaald. Zodat ze lekker
Hallo, wat doe jij? Niet doen! Heb ik de touwtjes weggehaald zodat ze lekker vanavond de hele bak kunnen nemen? Ja. Hey Indy, ben je zo aan het genieten? Echt, zij heeft hier dan nog lang haar. En dan hier is ze alweer zomervacht. En hier ook. En ja. Ik ben aan het uitmesten en JD die is met slobber aan het redden. Alles voor het eten. Jee. Oh, wat een rommel. Nou, je kan niet even 5 minuutjes weg bij de stal. Want iemand breekt hier gewoon door het draadje heen. Die mevrouw daar. En die heeft even de slobberzak veroverd. Nou waren we er net op tijd, denk ik. Want er ligt hier wel wat, maar de zak is nog aardig vol. Indy was blij, maar nu niet meer zo heel erg blij. Want laat eens zien, wat heb jij? Wat heb jij? Laat eens zien. Irritant, hè? Ja, irritant. Er zit het aan je tanden geplakt. Laat nog eens zien. Laat eens zien. Laat eens zien. Laat eens zien. Ja. Oké, ik zal je helpen. Dan moet je het niet meer gaan uitbreken. Bedankt voor het kijken naar onze video. We hopen dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Doeg! Ga nog zien. Oh, gatver! Jeeuw. Oké. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd.